Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin dat we gaan intunen op de vrouwelijke energie. Vandaag dacht ik van ik ga beginnen met de vrouwelijke energie. Waarom? Omdat ik het afgelopen weekend gemerkt heb dat vooral de vrouwelijke energieën uitgedaagd werden in het aankijken van diepe wonden. En zeker wanneer dat gaat over tweelingvlammen, dan heb ik ook zelf gemerkt dat de vrouwelijke energieën oude pijnen, en dan spreek ik over pijnen die ontstaan zijn in vorige levens, dus in de connectie met de mannelijke energie, dat die mochten naar boven komen en bewust over worden, gevoeld worden, doorleefd worden en uiteindelijk letterlijk ook losgelaten worden. Dus als je voelt dat je het afgelopen weekend of vandaag of morgen of de komende dagen heel emotioneel bent en dat je echt ook zoals als ze zeggen, het hart uit je ziel, of je ziel uit je hart aan het wenen bent, of hoe dat ze het ook zeggen, weet dat dit te maken heeft met hele, hele oude pijnen. Dat we eindelijk en voor eens en voor altijd mogen loslaten. Een van de inzichten die ik daaromtrent gekregen heb in het weekend, is dat we als tweelingen en ook gewoon andere mensen, maar voornamelijk ook voor tweelingen is dit nu een heel belangrijk thema. Onder invloed van de zonsverduistering morgen en de donkere maan en schorpioen morgen. Dus die diepste, donkerste, lastigste emoties, die komen nu naar boven om aangekeken te worden. Maar dus, waar hebben die mee te maken? Ik kan even mijn kaarten hier leggen. Die hebben eigenlijk te maken met de levens waarin dat we als tweelingen zo hard in die eenheid eigenlijk een beetje vastzaten op een niet zo altijd gezonde manier. En waarbij dat we dan eigenlijk onze tweeling moesten afgeven omdat die overgegaan is, omdat die gestorven is of ziek geworden is of wat dan maar ook. En waardoor dat we dus eigenlijk letterlijk losgeschuurd zijn van elkaar doorheen ja, de fysieke beperktheden die er toen al dan niet waren. Maar ook door religies, door verschillende culturen, door de verschillende rassen, door verschillende externe factoren, waar dat we nu ook doorheen werken, maar waar dat we nu de keuze wel hebben om samen te blijven, samen te komen en wat dan ook. Al die pijnen, die moeten eigenlijk ook eerst aangekeken en geheeld worden. Aangekeken in de zin van dat we begrijpen dat niet is omdat het vroeger zo was, dat we niet samen konden zijn. Dat je plots uit elkaar kon gescheurd worden door ziekte, door familie, door leefomstandigheden, door van welke landen dat je afkomstig bent, dat dit nu anders is. En daarom komt dit eigenlijk, of wordt dit nu eigenlijk nog een stukje meer belicht. De aandacht aan geven, omdat we het ook vanuit die diepte zouden gaan helen. Dus wetende, en ik weet dat ik heb dat ooit nog eens in een andere video gezegd ook, en zeker al in het individuele systeem, mijn mensen die met mij samenwerken. Wanneer dat je wilt in eenheid komen met een tweelingvlam, of in eenheid wilt ervaren met een diepe zielsconnectie, kom je altijd ergens op een punt in jouw eigen groei, waarin dat je eigenlijk moet bereid zijn om echt alles te verliezen, om het dak boven je hoofd te verliezen, om je kinderen te verliezen, om al je geld te verliezen, om je welvaart te verliezen, maar ook meer nog om de liefde die je ervaart via iemand anders, om ook dat te verliezen. En dat is eigenlijk belangrijk omdat je zo gaan beseffen dat de liefde die je ervaart via je tweelingvlam, via vrienden, via ouders, via jouw dieren, via jouw kinderen, dat die eigenlijk een weerspiegeling zijn van de liefde die al in jouzelf aanwezig is. En net wanneer je op dat punt komt, waarin je inderdaad bereid bent om jouw hart echt als gebroken te voelen, wanneer je bereid bent om niet alleen die lovey-dovey, fantastische, magische, liefdevolle dagen en momenten te ervaren, maar ook die diepste, donkerste schaduw, waarin dat we het liefst ze allemaal gewoon wegduwen en zo lang als mogelijk verbergen voor iemand anders. Dat je beiden ziet als even waardevol, dat is het punt waarop dat je in jezelf eigenlijk meer en meer tot die eenheid komt. Wanneer je meer en meer al die stukken, al die schaduwen in jezelf gaat gaan healen. En natuurlijk, hoe hoger dat je bent in dat hogere bewustzijn en hoe meer dat je dat integreert en gaat gaan leven vanuit
vanuit jezelf, dus vanuit je blauwdruk, hoe meer dat je ook mensen, andere mensen gaat gaan triggeren die nog schaduwen en die nog gaan reageren vanuit schaduw. Ook, en in eerste instantie natuurlijk jouw tweeling, maar ook je mensen die heel dicht bij jou staan. Denk maar aan soulmate klanten, soulmate vrienden, zielsfamilie. En dan is het super, super, super belangrijk om je eigen grenzen aan te geven, om je eigen grenzen te bewaren, te bewaken en om jezelf niet minder te gaan voortonen of jezelf niet te gaan ontkrachten omdat iemand anders zich beter zou voelen. Of omdat iemand anders beter zou kunnen overweg gaan met de schaduwen dat jij, door wie dat je bent, triggert in iemand anders. Ik weet dat dat lastig is, maar je bewijst er niemand een dienst mee door dat te gaan doen. En ook al is dat lastig voor diegene die getriggerd wordt natuurlijk, weet dat jij niet de oorzaak bent. Jij bent enkel de spiegel. De spiegel die hen de kans geeft om nog dieper in die schaduwen te zakken. Om nog dieper zich in alle kanten en alle facetten van zichzelf te gaan aankijken en te leren kennen, te gaan ontdekken eigenlijk. En dat zorgt ervoor dat je hen de kans geeft om nog dieper te gaan helen, ook al zien ze dat op dat moment niet. En dat is het stuk waarin dat je eigenlijk dan merkt dat je in een hoger level van ontwikkeling bent, waar dat je ja, het niet meer klein kan gaan spelen, waar dat je niet meer kan jouw eigen verantwoordelijkheden gaan afschuiven naar iemand anders, of iemand anders gaan de schuld geven waardoor jij je zo voelt. Kijk, we zijn allemaal geboren met een aantal facetten, met een aantal eigenschappen. En niemand is dezelfde. Niemand is hier met volledig exact, zelfs je tweeling niet, met volledig exacte DNA. Dus als je dat zou onderzoeken, onder een horoscoop bijvoorbeeld, dan zul je zien dat die kristallen iedere keer ook helemaal weer anders zijn. En dat elk puntje in de kristal ook weer nog dus en oneindig veel mogelijkheden heeft. En dat maakt natuurlijk dat niemand hetzelfde is en dat voor niemand het pad hetzelfde is. En ook al lijkt het dat het voor mij gemakkelijker is, of voor een andere persoon of een andere coach gemakkelijker is, ook voor ons blijvend het elke dag uitdagen en blijft het een kwestie van ons eigen behoeften soms aan de kant te zetten om te kunnen van dienst te zijn. Onze eigen onzekerheden aan te kijken en healen zodanig dat we kunnen er staan en opdagen en de wijsheid en de informatie delen, waar dat we zelf doorheen gegaan zijn, dat we zelf ervaren hebben. Het meeste dat ik merk bij de mensen die één op één in begeleiding zijn bij mij en die dus via WhatsApp ook 7 dagen op 7 in contact met mij staan, is dat wanneer dat ze het lastig hebben, dat ze gewoon beseffen en horen van, ja, maar je bent niet alleen. Ik ervaar hetzelfde. Ik ga ook daardoor heen. Ik ervaar ook die invloeden van een donkere maan of een zonsverduistering of de eclips of wat dan ook maar dat is. We zijn niet geïsoleerd in ons proces. En dus is het ook heel belangrijk om te beseffen, als jij vanuit jouw schaduw gaat gaan reageren naar iemand anders. En oké, dat is misschien op dat moment de enige manier waarop je kan reageren. Zorg er dan ook voor dat je nadien ook de tijd neemt om na te denken van wat heeft mijn reactie teweeggebracht bij die andere persoon. En je kan zeggen, ja oké, dat is niet mijn verantwoordelijkheid dat zij daarop reageren. Ja, dat klopt. Maar misschien dat de manier waarop je reageert eigenlijk niet vanuit een gezonde, niet vanuit een optimale, geheelde plaats komt, waardoor dat het effect natuurlijk helemaal anders is. En dat is een van de belangrijkste en de moeilijkste dingen om te gaan zien, omdat het natuurlijk onbewust is. En daarom hebben we allemaal iemand nodig, iemand anders nodig, die ons die onbewuste zaken gaat gaan spiegelen. Dat is ook de reden waarom dat voor mij heel gemakkelijk is om te zien waar dat mensen tegenaan lopen, waar dat hun kopingsmechanismen, dus hun verdedigingsmechanismen zijn. Welke patronen dat ze zichzelf aangeleerd hebben om zich staande te houden, om hun hart maar toch zeker te beschermen. Maar dat net is het stuk waar dat ik mijn taak heb als coach of als healer of als leraar of wat ik ook wil doen. Om dat terug te spiegelen, om dat terug te geven. En oké, dat is niet altijd fijn om te horen, maar het is belangrijk wanneer dat mensen gedrag spiegelen naar jou, dat je eerst de tijd neemt
om te gaan voelen en te gaan luisteren en te gaan kijken van oké, wat gebeurt er? Wat wordt er mij hier getoond? Wat wordt er mij teruggespiegeld? En dan wat hij daarna niet mee doet, dat is volledig jouw verantwoordelijkheid. Niet die van degene die het gespiegeld heeft. En er kan zijn dat er inderdaad stukken zitten die enkel voortkomen vanuit de schaduw van degene die het gespiegeld heeft. Dat kan perfect. Maar het kan ook zijn dat het is om jou weer vooruit te helpen. Dus ik zou zeggen, heel lang verhaal, heel lange intro. Maar als je het dus lastig vindt, weet dat er altijd succes weer volgt. Dat het, wanneer je het gevoel hebt dat je weer doorheen zo'n nacht gaat, zo'n donkere nacht van de ziel, wanneer je echt je diepste bodem weer aan het raken bent, dat is omdat je eigenlijk naar een nieuwe hoogte gaat. Zo simpel is het. En ik weet dat dat een lastige moment is en dat zijn heel uitdagende momenten, maar het heeft als doel om eenheid in jezelf te brengen. Eenheid in jezelf en pas wanneer je die eenheid in jezelf hebt bereikt en dat ook kan gaan vormgeven in jouw dagelijkse leven, dus dat je ook daar dingen gaat gaan veranderen, andere keuzes gaat gaan maken, andere gedachten kiest, leert vanuit een meesterschap met je emoties om te gaan. En dus niet gewoon van je slaat mij, ik sla onmiddellijk terug. Nee, en dat bedoel ik niet altijd letterlijk, maar ook gewoon vanuit emoties, vanuit iets, iemand zegt iets en poef, je schiet onmiddellijk terug. Of je loopt weg, of je duwt een telefoon af, of wat dat ook maar is, dat we soms allemaal ook doen. Dat maakt van elk van ons stap voor stap een ware meester. En daar is waar dat ascensie en bewustwording eigenlijk echt over gaat. Dat je meester wordt over je leven, zodanig dat je eigenlijk zelf kan gaan kiezen op welke manier dat je leven vormgeeft, wat hij ervaart en wat hij niet meer ervaart. Oké, okay. Dan gaan we zien welke boodschappen dat we nog hebben, naast hetgeen wat ik al meegedeeld heb natuurlijk. Four of Orbs. Dus je ziet dat denken, dat niet overdenken, en dus meester worden over gedachten, maar uiteindelijk gaat dat succesvol worden. Succesvol zijn en jou die mantel, oh, wat is, ik laat hem vallen. Die mantel van dat licht brengen. Wat dan nu nog veel te veel te ver eigenlijk van jou afstaat en niet volledig geïntegreerd is in jouw lichaam. En wat krijgen we dan voor de vrouwelijke energieën? De Six of Crystals, Ascension. En de Ten of Crystals, wacht even, want mijn handen heb ik anders gewoon. En Ten of Crystals, maar ondersteboven. En de boodschap hierbij sluit eigenlijk perfect aan met hetgeen dat ik daarnet al aan het zeggen was. Kijk, de vrouwelijke energie komt op een punt waarin dat belangrijk is dat ze gaat haar gewicht, haar talent, haar energie in de weegschaal gaan leggen. Waarom? Om in staat te zijn om die Ten of Crystals, dus die volledige financiële onafhankelijkheid, volledige materiële stabiliteit, veiligheid op het fysieke vlak te gaan bereiken, is het belangrijk dat ze leert evenwicht te brengen naar haar eigen energie. En je ziet daar een roos, ze heeft een roos vast. Ik weet niet of je dat kan zien daar in haar hand. En ze is ook in het wit gekleed. Dus het is belangrijk voor haar dat ze gaat gaan dat ze haar eigen talenten gaat leren zien en dat ze haar eigen talenten leert te erkennen, ongeacht of dat die anders zijn dan wat ze ziet bij anderen. Waar dat ze ziet van, ah, maar anderen doen dit en dat is succesvol, dus ik ga dat ook gaan doen. Dat is de oude manier van werken. De nieuwe manier van werken, wat ik ook leer in het spiritueel ondernemerstraject, is echt vanuit je eigen authenticiteit. En dat kan niet voor iedereen hetzelfde zijn, want net zoals ik net uitgelegd heb, we hebben allemaal oneindig veel mogelijkheden en combinaties van codes en DNA. Dus we kunnen niet allemaal, we zijn gewoon niet allemaal hetzelfde. Dat is gewoon onmogelijk. Dus de vrouwelijke energie wordt gevraagd, naar aanleiding van de nieuwe maan en de zonsverduistering, om echt te gaan kijken van, oké, wat is ze nu? Wat is dat ik nodig heb om me stabiel te voelen in dat nieuwe fysieke leven? En om te kijken welke talenten dat is dat ze heeft, dus die roos, dat witte, wat is haar puurheid, wat is haar zuiverheid? En dat ook te aanvaarden en te zien dat het inderdaad een echte gift is.
Jouw talent is iets wat je niet alleen als een geschenk voor jezelf mag gaan zien, maar ook omdat dat hetgeen is die jou die welvaart gaat brengen. En zolang dat jij die diepste kern, die diepste schaduw, en die ook een onderdeel van jou is, zolang dat je die gaat niet gaan erkennen en dus niet gaat gaan helen, dan ga je ook niet in die nieuwe wereld kunnen gaan stappen. Dan ga je niet in die nieuwe wereld kunnen gaan stappen en niet succesvol kunnen zijn met het neerzetten en het gebruiken van je eigen energie. En dat is hetgeen waar dat de vrouwelijke energie nu op dit moment eigenlijk een stukje tegenaan loopt. En waardoor dat ze misschien ook het gevoel heeft van oké, ik moet hier even naar binnen gaan, ik moet hier een aantal dingen gaan herevalueren, ik moet hier een aantal dingen gaan bekijken. Want de vrouwelijke energie gaat achterover gaan zitten. De vrouwelijke energie is die van rust. En daar ook comfort in vinden, daar ook comfortabel en veiligheid in vinden en het niks te doen. Dan zien we dat er een extra informatie, een extra boodschap voor de vrouwelijke energie. Oké, wacht hè. We zien hier. Ja, de onderkant is het Nine of Wands. Met daaronder onderliggend, maar omgekeerd, de Two of Cups. Dus nog niet die eenheid, niet in jezelf. Ja, en dat is nodig om uiteindelijk, die hoge priesteres te worden, een nieuwe wereld vorm te geven. En dus, ik kan het zo tonen, de Two of Wands, de middelste kaart, en de eerste hier, deze, de Four of Wands omgekeerd. Dus je kunt niet komen tot een vier van wanten als je de twee niet gehad hebt. De twee gaat over. Ik ga het dus nog eens tonen voor degenen die nog nooit een reading van mij gezien hebben. Maar dus, je moet eerst die eenheid in jezelf gaan creëren. Je mannelijke energie, je vrouwelijke energie gaan helen. Om uiteindelijk die twee die je eigenlijk hier gezien hebt, die gaan zich hier dan ook gaan in terugspiegelen. Maar dan de eenheid en de connectie, de verbinding die je hebt dan met een andere energie, een andere ziel, een tweeling, een diepe soulmate, dan ga je die uitwisseling kunnen zien van die verschillende energieën. Maar dat is dus, daarom is de reden dat die nog ondersteboven is. Dus er zijn nog heel veel dingen die we moeten aan werken. En wat de dingen zijn, is eigenlijk hier de Knight of Wands. Je bent nog niet voldoende, je vertrouwt nog niet voldoende op je eigen mannelijke energie als dat het enige dat je nodig hebt om naar buiten te kunnen stappen. Om dat succes te gaan creëren. Waarom? Omdat je eigenlijk nog veel te veel focust op dat hartzeer, op de schaduwen, op de pijnen, op de ontgoochelingen. Op, zie, ik heb dat toen gedaan en dat lukte niet. Maar toen is nu niet meer. Toen, het verleden, is geen bewijs om als een barometer of een vergelijkingspunt liever te gaan gebruiken voor het mogelijke succes in de toekomst. Want jij bent ook niet meer wie dat je vroeger was. Waar je nu staat, is het resultaat van keuzes die je gemaakt hebt in het verleden. Dus door andere keuzes te gaan maken, door veel meer je eigen verbrander, je eigen drijfveer, je eigen fuel te worden, je eigen brandstof te worden, ga je wel succesvol zijn. En ga je wel uiteindelijk kunnen afscheid nemen van al dat hartzeer en die schaduwen. Maar dat vraagt dus dan eerst los te kunnen komen van die emoties van de hartzeer, die schaduwen. Door er niet bang van te zijn, door er niet van weg te lopen, want ze zijn ook een onderdeel van jou. En het is net door in het donkere te gaan dat je eigenlijk jouw eigen licht gaat ontdekken. Dat je jouw eigen kracht, dat je eigen. Kijk, ook hier zie je dat. Zie? Je ziet hier wel die persoon, maar daar zie je ook weer dat licht. Dus ontdek wat het is dat jouw licht geeft. Ontdek wat dat is dat jou vooruit duwt. En ik ga eens zien wat dat de diepste schaduw is, dat we nu de vrouwelijke energie, of de mensen die naar kijken. Wat is de schaduw? Ja. Oké. Ik dacht dat er nog geen zin was te zien. Kijk, de diepste schaduw, wat zien we? Hermit. Hermit is een maagd. Een maagd is verbonden met het kluizenaar. Dus naar binnen gaan. En wat staat er ook bij? Waarheid. Wijsheid. Fact. Dus feiten en guide. Dus het is belangrijk dat je naar binnen gaat.
Zeker nu met de donkere maan. De donkere maan is ook de energie van naar binnen gaan. Is de energie van als je vrouw bent, op momenten waarop je je maandstonden hebt. Waarom? Omdat in de periode dat we onze maandstonden hebben als vrouw, dan zijn we veel meer verbonden met onze intuïtie. Denk maar aan die rode maantenten, hè, waarin dat vrouwen vroeger, wanneer dat ze menstrueren, die stapten ook eventjes uit het dagelijks leven, uit de maatschappij, om met zichzelf te verbinden. Het is niet voor niets dat er ook heel veel bloedrituelen er rond ontstaan zijn. Dat je nog steeds kan gebruiken als je dat wenst. Dat hoeft niet, maar dat kan. En dus de vrouwelijke energie, de grootste schaduw dat ze nu heeft, is door het feit dat ze zoveel die diepste, zware, donkerste emoties voelt, dat ze weer een stukje terugvalt in oude patronen van ik kan niet overweg. Ik weet niet wat ik ermee moet doen. Ik weet niet of ik goed bezig ben. Dus ze gaat eigenlijk terug weer gaan twijfelen. Maar waarom? Omdat ze eigenlijk weer die afwegingen moet gaan maken. Op welke manier, welk talent, welk stuk van haar energie wil ze gaan delen, wil ze gaan investeren in zichzelf, maar ook in de buitenwereld, in haar bedrijf, in haar business, in haar leven, in haar kinderen, in haar relatie en wat dan ook. Omdat dat dan uiteindelijk haar de kristallen zal geven, die vervulling zal geven. Welke energieën zijn behulpzaam voor de vrouwelijke energie deze week? Daar vliegen ze in de grond. Yes, I got them. We hebben we? Aartsengel Haniel met hoop en aartsengel Raphaël met cleansing, dus reiniging. Reinig jouw energie des te meer. Zorg dat je zo zuiver bent in jouw energie, dat je weet en dat je voelt hoe dat verschil is tussen wanneer je volledig puur in jouw eigen energie bent en wanneer je eigenlijk afhankelijk bent van anderen. Werkt met de robijnrode vlam en met de groene, grijsgroene vlam, hoor ik. Je kan ook gewoon aartsengel Raphaël en aartsengel Haniël aanroepen. Je ziet hier ook de duif. Ik voel dat dat voor een of anderen die aan het kijken zijn ook een teken is. Dus ik zou zeggen, laat jou leren. Kijk naar de kleuren, kijk naar wat het jou aantrekt. Roep de vlam van hoop aan, roep de vlam van reiniging aan, roep de robijnrode vlam aan, roep de vlam aan, maakt niet uit wat, maar die het dichtst tot en het meeste tot je hart spreekt. En laat je leiden door je wijsheid en niet door je ego, dus niet door je mentale, maar door de kennis en de wijsheid van je ziel. Maar dat is ook de reden waarom dat ik uiteindelijk een structuur heb ontworpen, samen met mijn team, die jou helpt om eigenlijk die harmonie, het huwelijk tussen je gedachten en je emoties eigenlijk ook weer harmonieus te kunnen laten verlopen. En die structuur, dat systeem, dat is via de universele vlammen, waar ik al vaak over gesproken heb. Ondertussen zijn we morgen de derde week van het traject van de live sessies opnieuw. En als ik zie wat iedereen die met mij samenwerkt en die leert werken met de vlammen, welke mooie grote stappen dat ze ondernemen, dan kan ik altijd maar alleen maar nog meer en meer overtuigd zijn van de kracht van die structuur. En ben ik zo dankbaar dat dat ik die wijsheid en die kennis mag doorgeven en mag overdragen en mag channelen en hier op de aarde neerzetten. En dan, wat hebben we nog extra van boodschappen? Into me I see. En ik moet eigenlijk lachen, omdat in het traject Spirituele Ondernemer ben ik bezig aan het werken aan de zesde module. En dat is het derde oog. En dat is eigenlijk ook deze kaart. Into me I see. Wat is hetgeen dat je diep van binnen in je hart voelt? Ik kan zien met je derde oog. Dat is jouw visie. Dat is hetgeen waar je mag volgen, Divine Feminine. En dan A Grand Symphony. Is er ook een kolibri op? Dus misschien is dat voor iemand een signaal of een teken. En A Grand Symphony zegt eigenlijk ook van zoom even uit. Dat is hetgeen wat ik ook altijd doe in de trajecten met mijn klanten. Van we zoomen uit en we gaan kijken van oké, dat is hetgeen wat we ervaren op menselijk vlak. Maar wat is hetgeen wat dat eigenlijk vanuit ons zielsaspect erin zit? Wat is de bovenliggende reden
Want vaak hebben we een idee, hè? Een idee, een beeld, maar vaak is die ook gebaseerd op een oud referentiekader. En dus dat is ook hetgeen wat ons ego doet. Ons ego zegt, ja, maar ja, we zijn gewoon om dat en dat en dat. Kijk maar eens, hoeveel mensen die bijvoorbeeld niet meer hetzelfde merk van auto rijden als hun ouders, want dat is hetgeen wat ze kennen. Of ze zitten bij dezelfde bank, omdat dat hetgeen is dat ze kennen. Of ze gaan naar dezelfde winkel, omdat dat hetgeen is dat ze kennen. Maar voel eens, als probeer daar eens buiten te stappen en ga eens gaan kijken van oké, okay, dat is hetgeen dat het universum op mijn pad brengt. Misschien is het inderdaad omdat er nieuwe lessen in te leren zitten. Want altijd terugkeren naar de dingen die je kent, dat brengt jou niet onmiddellijk weer die groei. Dat brengt jou enkel die comfort en die zekerheid. Maar dat laat je niet groeien. Dat laat je niet buiten die schaduwen stappen. Want je blijft er eigenlijk gewoon goed zorg voor dragen en ze goed wegsteken. En dan krijgen we de Uncharted Sea. Dus dat is hetgeen wat we te doen hebben. Om buiten die comfortzone te stappen. Ik ga het nog een keer tonen, want daar staat ook een dier op. Dat is hetgeen wat we te doen hebben. Om ergens op een pad te gaan wandelen dat we eigenlijk nog nooit gedaan hebben. Daar gaat ascensie over. Daar gaat bewustwording over. Om de valkuilen waar we altijd in ingelopen zijn. En dat we eigenlijk vanuit de maatschappij, vanuit de matrix, gevoed werden in onze. In het geloven van de angsten, dan ben ik hier om jullie te tonen van nee, angsten zijn niet altijd een teken van dat het niet goed is of dat het niet bang is. Vaak is het een teken van kijk, ik ga buiten mijn comfortzone stappen. En dan op die momenten is het net goed om doorheen die angsten te gaan en die angsten eigenlijk gewoon te zeggen van oké, dankjewel, ik zie je, maar ik ga het toch gaan doen. En dat is hetgeen. Wat dat heel belangrijk is en wat dat eigenlijk door het gebruiken van die universele vlammen een hele goede tool is om de valkuil van het ego te gaan omzeilen. Zodat het ego niet gealarmeerd wordt en dus in actie gaat schieten, kunnen we eigenlijk onbewust gaan inwerken op onze ziel, op onze schaduwen meer. Waardoor je echt ook die eenheid op die manier kan gaan brengen. En het moment dat je dan op het punt komt dat je veel meer vertrouwen hebt of genoeg vertrouwen hebt in jezelf en je ervaringen opgedaan hebt van hoe dat je inderdaad je mind op een positieve manier en dus voor jou kan gaan laten werken, dan is het ego eigenlijk allang buiten kaart gezet of buiten spel gezet. En dat maakt ook werken met die vlammen zo krachtig, omdat je eigenlijk op een heel eenvoudige, moeiteloze manier meester van je gedachten en meester van je emoties wordt. En de keer dat je dat hebt en je hebt dat hele huwelijk daarin gecreëerd, dan heb je ook die eenheid veel meer in jezelf gecreëerd. En uiteindelijk dan ben je weer een stapje dichter in het meester zijn van jezelf en het jezelf realiseren hier in dit leven. Dus je essentie te realiseren in dit leven. En daar gaat het allemaal uiteindelijk om. Zo, dat was voor deze week, voor deze week, voor deze video, voor de vrouwelijke energie. Ik hoop dat jullie er heel wat aan gehad hebben. Ik doe mijn best om regelmatig video's te maken, op te lonen. Maar je weet, ik maak enkel alleen maar video's wanneer dat ik het voel. En wanneer dat ik voel dat ik echt van waarde kan zijn. Maar mocht je zelf een reading nodig hebben, of sneller inzichten nodig hebben, of je wilt in een van de trajecten met mij samenwerken, dan hoor ik het graag natuurlijk. Binnenkort komen er weer een aantal plaatjes vrij om één op één met mij samen te werken. Dus als je dat wenst. Zou ik zeggen, wacht niet te lang, laat mij al iets weten, want die plaatjes zijn altijd heel snel volzet. Dat was voor nu. Ik wens je een fantastische week, een fantastische zonne-eclipse of zonsverduistering, of hoe je het ook noemt. En een happy Halloween alvast, en tot in de volgende maand. Dag!